Is TikTok wel veilig voor kinderen? Dat wil de Europese Commissie onderzoeken. Want ze vrezen dat TikTok toch gevaarlijker is dan je zou denken. Bram, wat gaat Europa precies onderzoeken? Wel, Jensen. Europa wil onderzoeken of TikTok niet te verslavend is voor de mensen die het gebruiken. TikTok weet perfect welke filmpjes je leuk vindt en welke je niet leuk vindt. En ze tonen eigenlijk alleen maar de filmpjes die je leuk vindt, omdat die dan nog veel langer op TikTok zit. En dan is er nog iets wat ze willen onderzoeken, een moeilijke naam, rabbit hole effect. Maar eigenlijk betekent dat dat je steeds extremere video's te zien krijgt op TikTok, waardoor je nog veel langer op TikTok zit. En kan je daar misschien een voorbeeld van geven? Stel, je vindt skateboardvideo's heel cool. TikTok toont jou skateboardvideo's, meer en meer van die video's. Maar de dingen die ze aan het doen zijn, worden soms gevaarlijker en extremer, waardoor je soms zelf dingen gaat doen die eigenlijk te gevaarlijk zijn. Ja, ja, ja. Waarom legt Europa juist zoveel focus op kinderen? Wel, Europa wil kinderen extra beschermen, want ook volwassenen krijgen natuurlijk dat soort video's te zien. Maar ze weten dat kinderen daar gevoeliger en dus kwetsbaarder voor zijn. En wat moet er dan uiteindelijk met dit onderzoek gebeuren? Zou het bijvoorbeeld kunnen dat TikTok verboden wordt in Europa? Nee, op dit moment gaat Europa TikTok zeker niet verbieden. Maar het zou wel kunnen dat het bedrijf bijvoorbeeld een heel hoge boete moet betalen. Oké, dankjewel Bram. Hebben jullie daar zelf ook al iets van gemerkt? We zijn het eens gaan vragen in de Sint-Norbertusschool in Heverlee. Ik ga 30 minuten per dag op TikTok en ik zie meestal voetbalvideo's op TikTok. Ik zit ongeveer 1 uur per dag op TikTok en ik kijk zowel vlogjes en dansjes en zo. Ik zit in de schooldagen 30 minuutjes of zo op TikTok, maar in het weekend 2 uur omdat ik dan meer tijd heb. Als ik daarop blijf, dan blijf ik scrollen. En dan ga ik niet iets anders kijken of mijn huiswerk maken of school. Ik vind het wel verslavend. En soms ben ik er wel langer op dan ik denk. En ja, dat is wel een beetje moeilijk om er dan af te gaan. Ik vind dat ze het niet per se moeten verbieden, maar wel strengere regels. Sommige kinderen zijn er heel verslaafd aan. En dan doen die niet echt andere dingen en dan verliezen die de tijd eigenlijk. Kei tof dat je naar deze video hebt gekeken. We hebben nog veel meer. Je kan het allemaal checken op dit kanaal, dus liken en abonneren maar.